Hallo beste kijkers, Zakir dat spreek. Vandaag sta ik hier in Molenbeek bij Foyer. Foyer is eigenlijk gewoon een soort huisje waar heel veel jongeren samenkomen tijdens hun vrije tijd. Ze komen hier muziek maken, gewoon samen sporten of gewoon bijbabbelen, alles kan eigenlijk. We gaan zien wat ze vandaag aan het doen zijn, volg me maar. Ik heb eigenlijk gehoord dat jullie een videoclip zijn aan het opnemen. Respect is alles wat we vragen. Diversiteit is een realiteit. We willen dat jullie weten dat er ergere dingen zijn in de wereld. Doe jullie ogen open en kijk hoeveel ongelijkheid er is. Dat was de periode dat de aanslagen heel actueel waren. Charlie Hebdo en toestanden. En dan waren de jongeren eigenlijk sterk geaffectueerd van het feit dat de media heel negatief rapporteert. Zowel over Molenbeek, maar ook als over de moslimgemeenschap in het algemeen. In de media heel veel dingen worden gezegd dat eigenlijk niet kloppen. En wij willen dan zeggen aan ons publiek dat ze niet altijd moeten geloven wat de media zegt, want dat klopt niet altijd. En dat ze eigenlijk verder moeten, dat je verder moet kijken van, waar je neus, hoe is die, zegt zij? Dat je verder moet kijken, ja, dat je verder moet kijken dan dat je neus lang is. Heel leuk om dat te doen, want dat is eigenlijk ook een eerste ervaring om een videoclip, een liedje voor te bereiden en zo. We hebben allemaal zelf de teksten geschreven en we zijn die hier komen brengen om die dan te zingen voor de anderen en om te zien of dat goed is of niet.